Dagen vliegen voorbij en ik zal niet alle momenten gaan onthouden. Vandaar dat ik verschillende momenten uit mijn leven vastleg voor mijn weekly recap. We beginnen bij de zaterdag en zoals bijna ieder weekend begin ik mijn ochtend met een gym sessie. Om 7 uur is de sportschool enorm rustig en dat vind ik echt heerlijk. Vaak ga ik dan ook samen met Rits erheen, want die vindt het ook lekker om in een rustige gym te zijn. We sporten samen, maar we doen ook gewoon ons eigen ding. En eenmaal thuis ging ik me gelijk opfrissen, klaarmaken voor de dag en haalde ik Milo uit de bench. Goedemorgen Milo. Tijd voor een ontbijtje. Ik had niet zo'n grote trek, dus we gingen voor vernieuwde kwark met aardbei. En na het ontbijt werd het tijd voor een ochtendwandeling met Milo. En toen ik weer thuis was, had ik een ijskoffie voor mij en Rits gemaakt. Eentje met havermelk en eentje met volle melk. In de middag gingen we samen met mijn ouders buiten de deur lunchen. Dit doen zij bijna nooit, dus dit was een fijn en speciaal moment. Dan gaan we door naar de zondag. Deze ochtend was ik weer vroeg in de sportschool te vinden. Alleen was mijn energie even ver te zoeken. Maar uiteindelijk was het wel fijn om te gaan. Want ik denk altijd, iets van beweging is beter dan geen beweging. Vervolgens maakte ik mij klaar voor de dag en haalde ik de lakens van het bed. Want het was namelijk weer wasdag. Rond 9 uur werd het tijd om Milo uit te laten en later op de ochtend, of ja, meer richting de middag, had ik me omgekleed, want ik had het warm. En ik ging een video opnemen. En in de middag kwam ook mijn nieuwe koptelefoon binnen, dus die heb ik even uitgepakt en gelijk gebruik gemaakt tijdens het editen. Voordat ik het wist, was de middag al voorbij gevlogen, haalde ik Milo uit de bench, want het was namelijk etenstijd. Hij slaapt trouwens bijna altijd in de bench, omdat hij daar het beste zijn rust kan pakken. Voor ons was dat ook etenstijd. Ik had weer een zin om in de keuken te staan. Ik maakte pasta met broccoli, kip gehakt en mozzarella. En Milo mocht ook een stukje pasta. In de avond gingen we het bed verschonen, want dat hadden we in de ochtend nog niet gedaan. En dat was alweer de zondag. Op maandag stond er weer een nieuwe werkweek op de planning. Ik koos een outfit uit voor de dag, deed mijn make-up en maakte een ontbijtje klaar. En voordat ik het wist, was het alweer tijd om de deur uit te gaan. Van 9 tot 5 was ik op werk. We hadden ook nog eens een lekkere salade voor lunch. En toen ik thuis was, ging ik de boodschappen opbergen die geleverd waren. En was het alweer tijd voor avondeten. En na het eten gingen Rits onze favoriete chocolate chip koekjes maken. Want hij is dol op koekjes bakken de laatste tijd. En ze zijn ook enorm lekker. Dus hier hebben we van genoten. En dat was alweer de maandag. Dinsdag was weer een werkdag en zoals iedere ochtend neem ik uitgebreid de tijd om mij klaar te maken. Mijn werkdag duurde tot, zoals bijna altijd, tot 5. Maar einde middag gingen we met een aantal collega's een kleine borrel doen voor alvast mijn verjaardag, wat echt super lief was. En eenmaal thuis gingen we Milo's nieuwe tuigje proberen en een wandeling met hem maken. En toen was het woensdag en dit was niet zomaar een woensdag, het was namelijk mijn verjaardag en ik had deze dag vrijgevraagd van werk zodat ik lekker van deze dag kon genieten. Maar voordat we mijn verjaardag gingen vieren, maakte ik me klaar voor de dag, koos ik een leuke outfit uit en daarna had Rits een cadeautje voor mij. Eerst natuurlijk een kaartje en tijdens het uitpakken van het cadeautje werd er ook iemand nieuwsgierig. Oh. Is dit voor jou? Nu openen. Nu samen kijken.
ik kreeg oorbellen van Rits en hier ben ik onwijs blij mee, want ik was nog op zoek naar nieuwe goudkleurige oorbellen. Vervolgens gingen we al lekker vroeg op pad naar onze eerste activiteit. Ik wilde namelijk graag met een taartje ontbijten, dus dat hebben we gedaan. En eigenlijk stond mijn volledige verjaardag in het teken van eten. In de middag hadden we een afternoon tea op de planning staan met diverse kleine bijzondere hapjes met bijpassende theesmaken. Het was enorm luxe, maar ik heb echt van iedere seconde genoten. Daarna ben ik nog even langs de Mango geweest om deze jumpsuit te halen. En niet veel later gingen we alweer door naar het volgende restaurant. Eerst nog even een foto gemaakt in de fotobooth en toen was het alweer tijd voor avondeten. Een dag met veel eten, maar het was zeker een memorabele verjaardag. De volgende dag stond weer werk op de planning, maar gelukkig vanuit huis. En omdat ik de dag ervoor zo'n actieve dag had, deed ik het vandaag even rustig aan met werk. En deed ik ondertussen ook nog een aantal wasjes. En dit vind ik echt heel erg fijn wanneer ik thuis werk. Kan lekker alles op mijn gemakje doen. En voordat ik het alweer wist, was het alweer vrijdag, de laatste werkdag van deze week. In de ochtend deed ik snel een aantal boodschapjes en daarna ging ik voor een aantal uur aan het werk. En de rest van de dag had ik niet heel veel bijzonderheden op de planning staan. Ik deed het gewoon lekker rustig aan. En dit was dan alweer de recap. Het waren fijne dagen waar ik een positief gevoel aan heb overgehouden. Dus tot de volgende weekly recap.